vader is het vader dat Nieke lesbisch is. Haha, jongens, wat hebben jullie hiermee? Ja. En zeg maar, de relatie tussen ons en andere YouTubers is allemaal redelijk. Ik vind het niet dat je het kan zeggen of zo. Nee, jullie zijn een duo en je moet het niet apart worden bekeken. We hebben nu een heftige. Goed, mocht je er bang voor zijn, zou ik gewoon voor het rijden te ponden doen en na het rijden te ponden doen. Ja, dat. Ja, niet twee tegelijk trouwens. Dat is zo fijn. Nee. Hoi. Hoi. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben nu met, ja we doen het wel goed. Ik ben nu met Tessa van Tessa Bezemer Fotografie. Juist, Tessa kennen jullie misschien allemaal wel van de fotograaf van Party Hoots Live Event, op Horse Event. Ze is ook wel eens bij ons langs geweest om foto's te maken. En daar is ook onze profielfoto bijvoorbeeld van. Ik heb een tijdje geleden met Romy Huisman van Snoetbol opgenomen. Roddels bevestigen en ontkrachten. Ontkrachtigen, hoe noem je zoiets? Ja, ik weet het wel. Ontkrachtigen. Ontkrachtigen inderdaad. Kijk, ja. Waar het op liet. En we hebben dus dit, wij hebben dit keer weer een oproep op Instagram gedaan. Dat jullie roddels konden insturen en vragen of onderwerpen waar we over gaan praten. Het is een soort van carpool karaoke, maar dan we rijden in de auto en we gaan naar Lola. 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 Hoe heet je ook hoor? Flora de tuinlarf. Flora de tuinlarf. Grens naar Rinke. Is het waar dat je Tess wil verkopen en dat je op het moment dat er mensen kwamen kijken je toch wordt bedacht? Nee. Nee, klopt. Is niet waar. Nee, je zou Tess niet verkopen. Ik heb er serieus wel aan gedacht Tess weg te doen. Je zou er wel over nadenken, maar je zou het uiteindelijk niet doen. Nee. Nee, nu helemaal, nu alles goed gaat, heb ik er echt... Zal het paard echt nooit weggaan, nee. Maar ik heb er serieus wel best wel vaak over getwijfeld of ik niet toch een makkelijke paard kon kopen. En nu vind ik mijn paard te makkelijk en wil ik een moeilijke. Ja, oepsie. Oeps. Oeps. Maar goed, ja, dit is niet waar. Nee. Ik heb nooit kijkers gehad trouwens, dus heeft ook nooit te koop gestaan. Gelukkig niet. Oké, dan hebben we er hier nog een. Is het waar dat Jordi een cool onesie droeg op een pijl? Ja! Jordi droeg wel een onesie en waarom was dat? Omdat Leon op je rug was gesprongen. En toen viel je en het ging mij heel hard lachen. Je ging wel lachen. Ja. En toen kon je niet meer lopen en toen ging Jordi maar op jouw plekken. Ja, Jordi was bestemd in. En die droeg dus inderdaad mijn coole onesie. Ik moest eraf hier. Ah, nee! We zijn gewoon heel verkeerd gereden. Ik kan geen twee dingen tegelijk. Oké, nou ja. En daarom richt hij mijn onesie. Dus ja, we zijn 6 minuten later bij Lola nu. Oh, Lola. La 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 Lola. Oh jee. Is het waar dat jij en Maartje soms in één bed slapen? Nee. Jawel. Ja, Maartje en ik slapen altijd in één bed. Kan gewoon. En weet je wat het ook is? Maartje en ik douchen ook altijd samen. En dat is niet dat wij letterlijk... Ja, en dat is misschien heel... Het klinkt heel gek, maar ik bedoel... Het kan gewoon. Het is... Ik ben echt niet zo close met elke vriendin. Maar Maartje en ik zijn gewoon heel close. En we schamen ons nergens voor. En we delen alles. En ik bedoel... Als je elkaar al een tijd kent, weet je... Dan interesseert je dat niet meer. Want dan ga je goed met elkaar om en dan... Ja, want we gaan ook gewoon samen naar de sauna. Dus waarom zou je dan niet samen... Als de een onder de douche staat en de ander zich even snel de badkamer uitkleedt en dan meteen naar je onder de douche gaat. En ja, het is een beetje hetzelfde idee, ja. Ja, in de sauna zit je ook naakt samen. En het is best wel een dingetje, heel veel mensen daar heel gek om. Nee, ja, klopt. Ja, Maartje en ik gingen eerst elke maand en nu wat minder. Maar het is best wel een dingetje, heel veel mensen vinden dat heel gek. En ik snap het ook, ik zou het niet met iedereen doen, maar... Misschien zou omdat... Ik niet met iedereen doen. Nee, ik zou niet iedereen douchen. Maar misschien vanuit dat ik op voetbal heb gezeten en dat je dan ook moet douchen. Ja. En maar als je heel lang gehockeyd en dan moet je ook douchen, dat het misschien wat minder gek is. Ja, dat is waar. Doe jij dat met vriendinnen? Nee. 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 Kijk, ik snap het wel. Ja, ik weet niet. Ik zou het met een hele goede vriendin zou ik het misschien wel doen, maar... Nee. 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 Tot dit moment niet. Nee, ja. Misschien met... Ik heb één vriendin die zegt idioot, daarmee zou ik het misschien wel doen. Nee, maar het is ook idioot. Waarom? Als je iemand hebt die net zo idioot als jou, kan dat gewoon. En met Madinja of zo doen we dat ook. Dat is gewoon net zo makkelijk. Ja, precies. Written in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Wine's gone, days end. Struggling to pay rent. Is het waar dat Maartje een relatie heeft gehad met je vriend? Wat? Nou, dit hoop ik toch niet? Zo. Nee. Welke vriend? Jongens, ik kom je uit.
Nee, niet coming out. Wow, dat was het verkeerde woord. Break-up, het is uit. Oh, sorry. Ja, nee, ik heb mijn relaties over en Maarten's relaties over. Daarom douchen we en slapen we. Nee, grapje. Daarom zijn Niek en Maarten nu het nieuwe stel. Nee, grapje. Maar, nee, dat heeft ze niet. Oh, daar komt de volgende. Is het waar dat Niek een lesbisch is? Haha, jongens, wat hebben jullie hiermee? Ja, je bent echt fucking lesbisch. Ik zei net coming out, want... Maar, nee, althans, nee, dat denk ik niet. Ik heb nooit iets met een meisje gedaan, dus zover ik nu weet niet. Misschien ooit. Je moet alles een keer geprobeerd hebben. Ja. Zo simpel is het. Maar tot nu toe nog niet. Nee. Oké. Jij? Ja, ik kan niet op het telefoon kijken tegelijk. Nee, maar jij? Ben jij homo of hetero, als ik zeg? Oh nee, ik ben gewoon... Gewoon Tessa. Ja, ik ben gewoon Tessa. Oké, je bent gewoon Tessa. Give me the song inside your soul. Give me the words to sing along. Show me the love that we used to. Is Feline omdat ze heel druk is soms een beetje kort af of blijft ze aardig? Nou, ik vind dat Feline echt aardig blijft. Maar dat komt omdat als zeg maar kijkers zijnde, en dat heb je met elke YouTuber, dan is er één moment dat je ons of Feline kan ontmoeten. En dat is eigenlijk een heel druk en best wel een zwaar, een spannend moment voor ons allemaal. Ook voor Feline, ook voor Romy, gewoon voor iedereen. En dan heb je heel veel zenuwen en stress, want je paard is mee en je hebt echt een strak schema waar je aan moet houden. En vaak vergeet je 100 dingen, want je moet echt, er komt zoveel meer bij kijken dan dat je denkt. Mm-hmm. Dus zeg maar, de relatie tussen ons en andere YouTubers is allemaal redelijk zakelijk. En soms, het is altijd gezellig, maar het blijft zakelijk. Het blijft filmen en elkaar helpen om verder te komen. Ja. En het is altijd gezellig en daarom vind ik dat het aardig blijft. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, ik sta natuurlijk een beetje buiten jullie YouTubers onder elkaar. Maar ik vind wel... Ja, ik weet niet hoe het uitleggen. Ik vind dat ze... Ik snap Feline wel, want het is natuurlijk best wel zwaar om fans te ontmoeten en zo. Ja. Maar... Ja, nee. Je hebt natuurlijk je speciale momenten ervoor. Ja, daarom. En dan neemt ze wel gewoon de tijd voor je. Ja. Ja, absoluut. En dat moet ook. Ja. Want je kan niet verwachten dat... als je een meet en greet hebt, als je ook niet leert, als je ook komt. Nee, en als je een meet en greet 2 uur, dat je de eerste 10 minuten hebt, want dan heb je nog energie, dat je dan verblij bent en dat je daarna geen energie meer hebt, dus dan maar chagrijnig, dat kan gewoon niet. Ja, dat kan niet, nee. Dat mensen kopen kaartjes en willen je heel graag ontmoeten. We gaan naar de Mac. We willen je heel graag ontmoeten en dan dit. Voer. Dat was heel random. We rijden nu de McDrive in. Wat gaan we eten? Gaan we eten? Ja, ik ga spieren, want dan staan we bij die paal. Dus wat gaan we eten? Ik kom nu even van die stumpets bij de Mac met zijn camera. Echt hoor. Goedemiddag, ik ben Rosalina. Mag ik de bestelling alsjeblieft? Hoi, hoi. Vernelle heeft gisteren Fenna op stal gehad omdat ze interesse had in haar paard. Dus Fenna wil een derde paard. Nee. Lijkt me ook niet. Ik denk dat ze daar best druk voor heeft. Ja, want Moos is best jong en zo. En YouTube is leuk, is je werk, is ons werk, is haar werk. Om daar 3 paarden voor te betalen? Ja, dat is wel... Ik geloof het niet. Nee. Dat denk ik niet. Oké, we gaan even onze bestelling pakken. Ja. Als de bijna kwijt is. Maar, nee, ik denk niet dat Fenna nog een paard heeft. Nee, je hebt er veel te druk voor. Ze heeft de handen al vol aan Moos, denk ik, momenteel. Want die is best wel jong. Ja. En daar was ze nog veel mee bezig. Dus daar zie ik ook heel leuke foto's van Ice voorbij komen. Ja. Oké. Okay. Is het niet gek dat jullie op Pai al 2 dagen achter elkaar zo hoog sprongen? Dat is niet toch zo heel goed voor de paarden, hè? Nou, ja, ik weet niet of jij daar eens het over wil zeggen. Nou ja, in principe zijn jullie paarden wel gewoon goed getraind. En het was 20 minuutjes, dus het valt best wel mee. Ja. Als je het gewoon goed opbouwt en gewoon tussendoor stapt of wat draaft. Klopt. En... Tess is dan ook echt wel een paard die ik niet zou doen. Die om elk klein dingetje gaat ze al dood. Zeker. Heel niet. Ja, en Tess is gewoon inderdaad goed getraind en zo. En Ko natuurlijk ook. Die paarden die kennen het, die kennen veel springen. En we hadden goed losgereden en zo. En het was maar 20 minuutjes. Ja. Dus, en Tess had dan ook echt. Die heeft, ja, tuurlijk heb je spierpijn of zo daarna. Maar die heeft geen rare klachten of zo ervan gehad. En die vond het geweldig, jongens. Die was zo blij. Ja, die was echt enthousiast op paal. Ja, anders is ze echt al geweigerd. Ze vond het zo leuk. Ja. Hoi, hoi. Dankjewel. Dankjewel.
Wat? Oh jee. Ik geloof dat de meeste mensen Maatje het leukst vinden. Ik niet hoor. You love you, Nienke. Ik vind Nienke het leukst. Nee, ik vind hem niet dat je het kan zeggen ofzo. Nee, jullie zijn een duo en je moet er niet apart worden bekeken. Nee, en Maatje en ik doen allebei echt ontzettend ons best hiervoor. En we werken er allebei heel hard voor. Ja. En Maatje en ik vind jullie allebei leuk hoor. Maatje en ik lijken ergens heel erg op elkaar. En aan de andere kant zijn we ook wel een beetje anders. Dus dat maakt ons. En ik vind niet dat je daarin een kant moet kiezen ofzo. Ja. Sowieso nooit. Ook niet met ruzies. Nee. Ik hou daar echt niet van. Echt. Mij krijg je ook helemaal niet snel boos. Nee, ik had het altijd genoeg met computer. Dat ik toen in ruzie ofzo. Ja, toen kan je ook geen kant kiezen. Kijk, ja. Bekenden zijn me wel beter, maar het is niet zo. Kijk, je weet niet het hele verhaal. Je weet het van één kant. Ja, nou ja, sowieso. Je kent het maar van één kant en ik vind gewoon niet dat je in een ruzie moet gaan mengen als je er niet bij zit. En sowieso, al zit je wel in die ruzie, doe er alles aan om die ruzie te stoppen, man. Ook al, je hoeft de ander niet per se gelijk te geven, maar sluit het voor jezelf af en maak er geen punt van. Ik heb zo'n godsgruwelijke hekel aan ruzies en gezeur. Als mensen zich ermee gaan bemoeien, oh, ik ook zo slecht hebben. Ja, en weet ik veel, misschien is dat een persoonlijke iets, maar ik probeer altijd heel erg mijn best te doen voor een ander. Ik heb jij denk ik ook wel een beetje. Ja. En dan vind ik het zo zonde als mensen ruzie gaan maken of zo. Of ineens een mening over me hebben die niet klopt of negatief is. Hey, hallo. Echt, Ik ben altijd zo positief over jou. En dan doe het best. Ja. Natuurlijk, als er iemand nieuw op stal komt, dan is het altijd van... Hey, wie is dat? Dan ga ik kijken, weet je wel. Maar het is niet zo dat iemand zegt, oh, jij bent echt arrogant. Of jij bent echt stom. Ze heeft echt een lelijk paard, weet je wel. Nee, dat is misschien ook meer een beetje een manege-principe. Oeps. Want, ik weet niet, maar dat... Bij de Almanesjes waar ik ben geweest, is dat wel zo. Ja. Wij hebben zo'n kleine stal met één vriendengroep. Met 40 paarden. Klein. Ja, en hoeveel mensen staan er? Ik denk op het bord staan er volgens mij nog in 12 mensen. Ja. Dus dan is dat heel anders. Maar ik zou ook bijvoorbeeld nooit naar Almanesje gaan. Dat sluit gewoon niet bij mij aan of zo. We lopen uit. We lopen uit. Ik ga mijn les doen voor je, Lola. Dus, nee, maar dat is echt iets waar ik absoluut niet van hou. Ja. En als ik toch slechte ervaring met iemand heb, dan ben ik altijd het positieve of zo ervan in te zien. Van ja, maar dit was wel heel leuk. En dat kan ook in mijn nadeel werken. Zoals heel goed bedonderd worden door sommige mensen die toch deze video niet kijken. En maar ja, daar leer je dan ook weer van. Ja. Wijze woorden. Wijze woorden van Nienke. I've been up all night, no sleep. Cause I feel. Als iemand een dekje vindt, kan het net. Waarom zouden de rest het niet mogen? Jullie ze verkopen het gewoon allemaal polo's. Dan zou het er ook allemaal lage aan moeten zijn voor degene die daar eens mee begonnen. Besef even dat dit werk is. Wij zijn allemaal een kleine onderneming. We hebben allemaal ons eigen bedrijf. Zo ook Fenna, zo ook Feline. En kijk naar een Jumbo en een Albert Heijn. Echt een super rare vergelijking. Maar dus als de Jumbo eigen merk een blauw melkpak heeft, mag de Albert Heijn dat niet eigen merk blauw melkpak omdat het naapen is. Je bent een bedrijf en je moet groeien. Je moet nieuwe dingen ontdekken om groter te worden. En Fenna en Feline zijn niet voor niks de grootste. Kom op. Die doen het super goed. Echt hoor. Dat ze nu bij Agrari zitten en bij Penny, dat is echt top. Daarbij wil ik wel even een disclaimer geven dat er meerdere YouTubers bezig zijn met Agrari. Dus nee, dit is ook echt ontkrachtig. Het zijn twee topmeiden die. Ze zijn niet voor niks zo goed bezig. Precies. Wat zijn we zo lief, man? Oh, ze is snoezig. Heerlijk bezig. Oké. Okay. Is het wel eens gebeurd dat je door bent gelijk tijdens het rijden? En wat doe je dan? Nee, dat is bij mij niet gebeurd. Bij mij ook niet. Ik ben meestal wel op tijd. Ik denk van, ik doe het wel voor het rijden nog even. Nee, maar dat is ook.
Ik rijd altijd met, ik heb sowieso gebruik altijd een pons. Dat is gewoon ook veel fijner. Ja. Met mijn ballon, dat voelt zich zo gaar en gorm. Link tussen je punani. Mijn punani. Hij zat dus mijn punani. Punani. Hij heeft gewoon echt disrespect getoond. Snap je? Het is net alsof je op badslippers loopt, zo. Alleen dan zit je op badslippers nog raarder. Ja, nog smeriger. Nee, niet aan te raden. Nee, ik raad het niet aan. Het is iedereen zijn eigen ding. En als je het wel gebruikt, ik accepteer je. Lekker shoppen. Ik accepteer je. Veel plezier. Maar goed, mocht je er bang voor zijn, zou ik gewoon voor het rijden tamponnen doen en na het rijden tamponnen doen. Ja, dat. Ja, niet twee tegelijk trouwens. Dat is zo fijn. Nee. Ga, ja, deze is leuk. Nee. Is het waar dat Tessa alleen mijn vriend is met een paar YouTubers voor de fame voor haar Insta? Nee! Ja. Ik ken Leanne al heel mijn leven. Dan dus moet je verdedigen, hè? Ja. Ik was sowieso al heel mijn leven bevriend met Leanne, dat ten eerste. En ja, daar kwamen we ook bij. Ja. En we zitten gewoon gezellig in een huisje en alles. En natuurlijk ga ik wel naar hun toe voor. Dan krijg ik ook mensen op Instagram, ja, en zo. Tuurlijk doe ik dat. Ja, dat is logisch. Dat is toch alleen maar fijn voor mezelf. En het is misschien. Ja, het is heel logisch. Te doen, maar het is gewoon. Je bent bevriend met iemand en ik ben fotograaf. En dan komt het gewoon vanzelf, weet je wel. Dus ja. Hey, jij kan wel foto's maken toch? Oh ja, joh, is goed. Kom maar langs. En dat is ook heel logisch, want wij spreken ook met andere YouTubers af om video's samen op te nemen voor bekendheid. Ja. En dat doe jij ook. Dat is super logisch. Ja, en Link is hier nu toch ook, terwijl we geen foto's zouden maken. Nee, en niet per se geen paard rijden. En we zouden ook geen video maken. Dat was ook een random laatste idee. Dus dat is echt omdat het gewoon heel leuk is. Ja, we gewoon lol hebben samen. Ja. Kijk, appen doen we niet. Dus we reageren twee dagen later. Mij moet je niet appen. Ik reageer echt hoor. Niet. Maatje en ik hebben ruzie, want ze komen minder samen voor in de video. Maar voor de video doen ze het verbergen. Dus we hebben ruzie en dan nemen we nooit meer samen video's op en af en toe samen. Nee. Wel om te verbergen. Nee, niet waar. Niet waar. En niet waar. Niet waar. Meer zijn we op jou, het is klaar. Klaar. Klaar nu. Stoppen nu. Stop nou. Stop. Hou op. Vind je niet meer leuk? 2-1. Dat is pas gemeen. Ik trek een lijn. Oké, die ken ik niet. Oh, sad. Hey, dit is echt een super grappig verhaal, jongens, wat ik even ga vertellen. Ik ga niet eens op deze opmerking in. Mijn moeder noemt mijn paard Saressa. Mijn moeder die heeft zoveel met paarden dat ze niet eens de naam van mijn paard meet en hem daarom Saressa noemt. Zegt ze, kom ik thuis, zegt ze, moest met Saressa. Het is Contessa. Maartje had liever een koe gehad dan een paard. Ja, Maartje heeft een koe. Heeft ze een koe? Ja, heeft ze bij de Johan staan. Nummer. Waarom heeft Maartje een koe? Ik weet wel. Volgens mij is het nu iets heel doms, maar volgens mij nummer 2. Waarom heeft ze een koe? Ja, die werd geboren en die heeft zij geholpen bij de bevalling, dus die heeft ze gekregen. Oh, dat is wel vet lief. Dus Maartje heeft een koe en een paard. Oké, grappig. Ja. Nou, dan was dit de video. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je vaak dit soort video's wil zien met andere YouTubers en zo, laat dan zeker achter in de reacties. En wij zijn wel van plan om een serie te maken, maar zoveel gaan we niet bij anderen op bezoek. Het was toevallig nu. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Ik weet niet hoe jij het vindt. Het was vet gezellig. Ja. We gaan gewoon onze eigen serie maken. Ja. Via Tours met Tessa. Via Tours met Tessa. Dat is wel lekker. Dus als jullie dat willen, ook even achterlaten. Even laten horen, willen jullie via Tours? Ja, dan willen we wel het via sponsor trouwens. Ja, zo, kom op hoor. Vergeet niet een duimpje omhoog onder deze video. Even een reactie achter te laten wat jullie nog meer willen zien. En natuurlijk even abonneren. Vergeet niet even op de Instagram van Tessa te kijken. Dat is Tessa Bezemer Fotografie. Zeker even het. Hey, doei. Video's van Tessa. Tot de volgende keer. Doei. Doeg. Doei.